Goedemiddag allemaal. Welkom bij dit vierde webinar op deze vierde webinardag van de webinarweek, georganiseerd door Werven en Zipconomy. Jullie zien op de achtergrond Steve Stigman al klaar zitten voor zijn verhaal over Release Your Inner Power. Ik ben in ieder geval ook erg benieuwd waar Steve het precies over gaat hebben, maar als ik hem een beetje ken, gaat dat ook wel weer over de brug slaan tussen nou, hoe je met je externe flexibiliteit omgaat, maar dan ook weer niet te vergeten wat je allemaal binnen je eigen organisatie hebt rondlopen aan talent. Nou, het bij elkaar brengen van die twee, dat is ook iets waar Wim Davids het vanochtend uitgebreid over gehad heeft. Nou, we gaan zo meteen overschakelen naar Soest, waar Steve al klaar zit. Zeg Steve, we lopen alle twee al een tijdje mee in deze wereld en we kennen elkaar ook al vrij lang. Even een gewetensvraag. Ja. Vind je dat het een beetje opschiet in Nederland met het denken over, doen we maar even met grote woorden, de toekomst van werk? Denken, dat schiet wel op. Denken doen we veel, praten doen we veel, rapporten maken doen we veel. Maar de actie is natuurlijk nog altijd weerbarstig en lastig. Ja. Ik begrijp de impact, maar de technologie van vandaag de dag kan veel meer. Ja, ja. Nou, ik denk dat dat ook het haakje is voor jouw presentatie. Ik ga mijn camera uitzetten zometeen. Dan ga jij aan het woord. Ik zet het laatste nog eventjes aan onze kijkers. Er staat rechtsbovenin een control box met een oranje pijl. Daar kan je je vragen stellen. Dat vinden wij natuurlijk altijd hartstikke leuk om opmerkingen tussendoor te horen. Als ik denk dat het is zinvol om dat tussendoor eventjes ter sprake te brengen, dan zal ik dat doen. En anders bewaar ik ze tot het einde. Goed, succes Steve. Dankjewel, ik kan starten. Goedemiddag, welkom bij het webinar Release Your Inner Power. Nou, het is nog even wennen om meer dan 100 man in zo'n cameraatje toe te spreken, maar ik zal mijn best doen om vooruit te kijken, om het maar zo te noemen. U heeft in ieder geval ingetuned op het thema dat goed bij deze Olympische Week past. Ik weet niet of iedereen al ingelogd is, want volgens mij op dit moment is ons Sven aan het schaatsen. Maar goed, in ieder geval onze Nederlandse ploeg, onze topsportploeg is unleashed, kun je wel zeggen. Nou, Release Your Inner Power gaat vandaag in dit half uur over dat HR marketing is geworden. De kunst van het verleiden. Alleen bij marketing kijk je eerst naar buiten om daar intern van te leren. En wij zeggen bij HR, kijk eerst naar binnen om vervolgens buiten aan te sluiten. Dus wie heb je binnen zitten, met welke skills en expertise en welke expertise skills moet ik dan zowel fast of flex naar me toe halen, naar binnen halen. Net even andersom, maar in beide gevallen verleiden dus. Nou, deze presentatie en de onderzoeken waar ik naar ga verwijzen, kun je vinden op de link die hier centraal in het beeld staat. Kijk, wat werkt? Ja, deze link. Wellicht goed om die link over te nemen. Aan het eind van de presentatie toon ik die link nogmaals. En daar staat ook een uitnodiging aan iedereen overigens, voor informele bijeenkomsten die wij organiseren. Gratis, vol is vol. Dus een kleine besloten groepjes van een man of 10. En die bijeenkomsten noemen wij Meaningful Meetings. Goed, laat ik mezelf even voorstellen. Steve Zichtman, oprichter van Blue Carpet. Blue Carpet opgezet in 2009 vanuit de management buyout bij Boer en Kroon. Bij Boer en Kroon was het in eerste instantie een project, Blue Carpet. Het idee was om de flexschil van grote inlenende organisaties te managen. En ik had als launching customer daar ING. En het vraagstuk was, kun je 1000 ZZP's die we hebben, het midden- en het hoge segment, die op key operationele, key tactische, maar ook in management teams zitten, kun je die helpen, ontsluit voor ons, binnen ons, in de community. En als men dan vertrekt uit de organisatie, kunnen we track and trace waar men zit en die kennis ook weer terughalen. En als we dat dan toch in een community organiseren en ook met die bijbehorende technologie, kunnen we dan ook verder digitaliseren, compliance digitaliseren en kunnen we dan ook door ketenverkorting een direct verband met onze buitenwereld te creëren, met ons netwerk te creëren, wat kosten te besparen. Mooi project. Nou ja, een zachte dood gestorven, want 2008, opa vertelt een beetje wat dat betreft, was natuurlijk de kredietcrisis in volle gang ontbrand op een enig moment en er bleef niet zoveel ZZP's op dat moment over. Dat was wel de start van Blue Carpet in 2009. Ik ben met het concept gewoon verder gegaan. De eerste 2 jaren waren ook wat ik dan noem een Alice in Wonderland jaren. Veel gesprekken, veel applaus ook wel, maar weinig centen.
Maar gaandeweg kwam er toch wat tractie, kreeg ik andere soorten vragen. Die flexschil was helemaal niet het vraagstuk op dat moment in de crisisjaar. Het vraagstuk was wel van, hey, hoe kunnen we meer over onze organisaties heen samenwerken? Dus hoe kunnen we regionale talentpools opzetten? Hoe kunnen we sectorale talentpools opzetten? Hoe kunnen we binnen onze organisatie dynamischer werken? Dus hoe kunnen we intern dynamiseren? Of hoe kunnen we mobiliteit op een andere manier doen? Hoe kunnen we loopbaanportalen neerzetten waarbij we werven, opleiden, collegiaal uitwisselen, makkelijker faciliteren? Nou, en zo zijn we dus eigenlijk langzaam gemoveerd naar een techbedrijf. We zitten dus nu als Bookout in het HR-tech-domein en we leveren talentmanagement software. Goed. Even met elkaar misschien toch even het vertrekpunt vaststellen. De grote jongens schrijven altijd prachtige rapporten over waar we staan. En Accenture met de Fluid Organization beschrijft als het ware de overtreffende trap van flexibiliteit. Nou, McKinsey met hun befaamde rapport, wel wat ouder rapport eigenlijk inmiddels, Connecting Talent and Opportunity in the Digital Age. Die heeft het over de connected workforce. Die kijkt veel meer naar platforms, naar TaskRabbit, naar LinkedIn uiteraard, maar ook een heleboel andere, Kaggle, heel interessant. Toch interessant om al die naampjes die erin staan nog steeds te bekijken en te kijken waar zij zijn uitgekomen. En Deloitte met hun ook specialized label Bursin, Rewriting the Rules for a Digital Age, kijkt eigenlijk vooral naar het individu. Nou, de rapporten, zoals genoemd, zijn in de link die ik hiervoor toonde te vinden. Maar een aantal trends is gewoon evident. Fast en flex loopt steeds meer door elkaar heen. De fluid organization, zoals Accenture dat noemt. Alles vloeit in elkaar over en flexschillen worden gemiddeld groter. En verblijfsduur van mensen in de organisatie wordt korter. En die trends die voelen we iedereen voelt dat. Iedereen ondervindt dat iedere dag weer in hun eigen praktijk. Aansluitend op het rapport van McKinsey is de mismatch, waar het toen over gesproken wordt, en nog steeds. Er zijn nog steeds behoorlijk hordes mensen die aan de kant staan, terwijl aan de andere kant het aantal vacatures heel erg toegroeit naar bijna hetzelfde volume. Dus die mismatch is ook daar nog steeds aan de gang, en dat is weliswaar op heel grote schaal, maar op kleine schaal zien wij in onze organisaties ook die mismatch. In mijn consultietijd hadden we het wel eens met organisaties over, je moet eigenlijk tegelijkertijd remmen en gas geven, oftewel groeien en snoeien. Nou, en vandaag de dag in organisaties, als het gaat over human capital, HR, en dan is ook enerzijds werven en anderzijds toch laten afvloeien. En of je dat nu doet met duurzame inzetbaarheidstrajecten, mobiliteitscentra of gewoon natuurlijk verloop en weten wie waar zit, we hebben er niet altijd grip op. We hebben het recent nog gezien, of vorig jaar nog gezien, met de Belastingdienst, die probeert dat strak gepland te krijgen en dat was niet helemaal gelukt. Nou, daarnaast is er een nieuw arbeidsethos ontstaan. De new worker, zoals Deloitte dat noemt. In Nederland is dat heel erg gekenschetst door de ZZP-ontwikkeling. Maar breder dan dat worden we eigenlijk allemaal gewoon autonomer en flexibeler. Kort en goed, organisaties veranderen, werk verandert en mensen veranderen. En niet alleen is de verandering continu, die verandering gaat ook steeds sneller. En om dingen geproduceerd te krijgen is nu veelal de factor mens. De factor mens is cruciaal. En of je nu uren verkoopt, of je producten van de band moet krijgen, of je in dienstverlening zit, je moet het allemaal gewoon geprocessed krijgen. Daarvoor heb je die factor mens nodig. Nou, wat zien wij nu in Human Capital? Enerzijds, werven is een grote uitdaging, zeker voor heel veel organisaties de grootste uitdaging. Talenten zijn schaars, kosten voor werving gaan omhoog, doorlooptijden worden langer. Aan de andere kant, doordat die markt hot is, zie je de uitstroom ook toenemen. Nou, en dan zie je dat interne promoties achterblijven. En je ziet eigenlijk als het ware dat organisaties uit elkaar getrokken worden. Behoud van talent, dus je interne organisatie, ja, krijgt daarmee, moet daarmee, eigenlijk een steeds hogere productiviteit krijgen. Wij zeggen wel eens, cost of retention is lager dan cost of acquisition. Ja, behoud van talent, dus nogmaals, je interne organisatie, die hoge prioriteit die dat verdient, ja, die is echt terecht, want 1/3 van je mensen kijkt naar buiten als het gaat om hun carrièreontwikkeling. En nog geen 30% van de mensen is op de hoogte van interne vacatures. Ik praat natuurlijk wel over wat grotere organisaties, maar nog geen 1/3 van de mensen is op de hoogte van de interne vacatures die er zijn. En tegelijkertijd, als mensen kijken naar de volgende job, kijken ze naar buiten. Dus interne focus is relevant. En inderdaad zijn er twee uitdagingen.
in organisaties, vooral grote organisaties dus, weet men niet wie met welke skills, expertise, competenties, waar ze zit binnen het bedrijf. Een van de grootbanken beklaagt zich tegen mij, zo van Steve, hè, we hebben 40.000 mensen, we hebben daaromheen 29.000 mensen in ons flexschil, en nog weten we niet wie waar zit, met welke skills en expertise, weten we niet hoe we die moeten matchen, en hebben wij toch het gevoel dat mensen in een bepaalde koker blijven werken en ja, heel moeilijk stappen buiten hun eigen kookje maken. En dan, kom je eigenlijk gelijk op de tweede uitdaging. Want binnen veel organisaties worden ook de interne vacatures niet geheel serieus genomen. Procedureel is dan vaak afgesproken. De vacature moet eerst 2 weken of een andere termijn intern gepost worden voordat hij naar de markt gaat. Maar vaak wordt dat ervaren als een wassen neus. Nou, dat ligt toch wel anders bij organisaties waarbij er sprake is van een positive work environment. Daar kom ik later nog wel op terug. Helemaal van die hele flexibele, humane organisaties met open workspaces en hele diverse, inclusieve cultuur. Ja, meaningful work. Ja, we kijken dan altijd naar die hele mooie grote namen, die grote merken. Maar dat kan ook toch door andere organisaties ook gecreëerd worden. En dat zijn van die organisaties waar prikkende kolen zitten. Waar mensen engaged zijn. En waarom is het dan nog meer belangrijk? Organisaties worden ook steeds meer agile. Die hiërarchische structuur die we links in beeld zien, ja, is toch meer iets van het verleden. En ook de netwerkorganisatie bevindt zich al heel snel op een next level. In de organisaties gebeurt het steeds meer rondom projecten, rondom scrum teams. En als je heel modern bent, in squads, in tribes. Dus hele andere manieren van samenwerken en organiseren. En dat vraagt dus continu dat je mensen moet zien te allokeren op taken, op projecten. Ja, of dus die squads en die tribes. Dus je moet veel meer die interne matching voor elkaar krijgen. En interne matching is dus hartstikke relevant. En wij zeggen dus dan ook, optimaliseer die interne matching. Dat heeft een heleboel mooie bijeffecten. We staan gewoon in het scherm ook wel. Het terugbrengen van je uitstroom. Het dringt de uitstroom terug. Minder verlies van high profilers. Interne promotion rates gaan omhoog. Besparen op je acquisition inspanningen. Je kunt ook steeds strategischer omgaan met je flexschil. Want over die flexschil ben ik nog steeds wel eens verbaasd hoe, ook als je kijkt naar de kosten daarvan, flex met hit en run wordt ingezet. Ik zou zeggen, bepaal daar gewoon beleid op. En dat is dat beleid dat je bijvoorbeeld externe inzet op die banen die degene moeten achterlaten in het kader van werken aan de toekomstige projecten, de toekomst van het bedrijf. Dus ga je juist je eigen mensen zetten op de toekomstprojecten en de externe op die positie die ze achterlaten. Of juist andersom, je haalt juist externe expertise die je ontbeert binnen, om dan je mensen mee te nemen naar de toekomst. En dan ga je er wat meer beleidsmatig mee om en anders dan alleen met zwangerschapsverlof en paniek, om het maar even populair te zeggen. Maar goed, hoe je het bent verkeerd, allemaal willen we die perfecte organisatie. Een succesvolle business, gepassioneerde mensen met een hoop energie. Servant leadership, of hoe dat allemaal ook mogen zijn. In ieder geval ondersteunend en kansen creërend. Groei, groeigericht, allemaal moeten kunnen groeien. Want als we groeien, dan groeit het bedrijf ook. En als het mooi is, doen we ook nog iets goeds voor de maatschappij. Nou, 2-3 sheets terug had ik het ook over engagement. En feitelijk krijg je het snelst engagement als mensen op de juiste plek zitten, op het juiste moment, met de juiste uitdaging. Dus ook hier weer terug gerelateerd met een matchingsvraagstuk aan ten grondslag. Nou, en matching is niet lineair gerelateerd. En net als een organisatie niet lineair gerelateerd is, zie je dat die formele organisatie eigenlijk niet de echte organisatie is. De echte organisatie is eigenlijk die informele organisatie. En zoals je hier dat op dat scherm ziet, dan noemen wij dat eigenlijk dat wandelgangen informatiesysteem. En dat wandelgangen informatiesysteem, dat is eigenlijk veel krachtiger. Loopt lekker fusie door elkaar heen. Veel informatie wordt uitgewisseld aan de koffiecorner of in het rookhok. En de uitdaging is, hoe ga je die fusiness nu faciliteren? Hoe ga je die nou de goede kant op sturen? En daar is gewoon nieuwe technologie voor nodig. Traditioneel is technologie gericht op het faciliteren van het optimale proces. Maar ja, je wilt uiteindelijk een optimaal resultaat creëren. En dan moet je dus niet focussen op proces, maar eigenlijk focussen op diffusiness en hoe je iedereen
in die organisatie raakt, bereikt, engaged krijgt. Eigenlijk is je organisatie gewoon een sociaal platform. En moet je dus ook technologie hebben die op eenzelfde manier werkt, sociaal. Nou, en als je het dan hebt over sociaal, als je platformen en matching, dan is Uber, want hier zien we Uber, een lichtend voorbeeld. Uber heeft matching technologie, Uber matcht locaties met chauffeurs. En dan is de skill is rijden, de competentie is de snelste route op een veilige, liefst nog zo klantvriendelijk mogelijke manier afleggen. En dat is absoluut niet badinerend bedoeld, want Uber's, dat is natuurlijk fantastisch voor elkaar. En zij was guiding principle, de optimale user experience voor driver en de optimale user experience voor de customer. Oftewel, people first. En als wij met z'n allen nu eerlijk zijn en kijken naar de software die we gebruiken in onze organisaties, is die nu echt people first ingericht? Heb je nu echt diezelfde beleving als met Uber? Of in ieder geval, is er een beleving te creëren zoals de social platforms, zoals LinkedIn of Facebook? Of anders. Het zou eigenlijk wel de manier waarop, moeten zijn waarop het werkt. Want die fusieorganisatie, die wil je faciliteren. En dus moet je het eerst bij dat individu komen. Nou, daar beginnen wij zelf altijd. Hè. Wij zeggen van, we willen talent binnen de organisatie voldoende evalueren. Hè. We willen dat talent voldoende gezien wordt, benut wordt en geprikkeld wordt. En als je zegt talent, hè, dan hebben we een brede talentdefinitie. Hè. Iedereen heeft talenten. En als ik het heb over een organisatie, is dat niet alleen binnen de organisatie mogelijk, maar ook natuurlijk het netwerk om de organisatie heen. En dus als je systemen dusdanig flexibel zijn, om dat te faciliteren, dan kan je binnen en buiten ook dus steeds meer fluïde gaan maken. Nou, daarom staat in onze software centraal MyProfile. Het dingetje, hier zie je een snapshot daarvan. Mijn profiel eventjes. En we weten dat voor organisaties natuurlijk best wel lastig is om mensen geprofileerd te krijgen, hè, überhaupt. Ik weet dat in sommige, uit onze projecten gewoon, dat in sommige organisaties het al lastig is om een smoelenboek te maken. En het heeft allemaal te maken met cultuur, hè, met reverse thinking, hè, andersom denken. Een aantal guiding principles zijn daar weer. Leg nou eens een keer dat eigenaarschap, de regie bij die medewerker en niet bij je bedrijf. Ook al wil je dat proces efficiënt krijgen, je krijgt veel meer data als iemand er nou echt iets mee gaat doen. Dus leg dat eigenaarschap bij die medewerker. Nou, volgens, als je dat eigenaarschap daar legt, dan moet je het ook zeggen, dat is van jou. Dus het is besloten. Jij bent in charge over jouw daden en jij bepaalt wanneer je wat deelt. En wie wat ziet. Dus dat is nou, net even een hele andere manier van doen. We hadden afgelopen november een uitrol bij de KLM. Naar 12.000 mensen, de blauwe jasjes, maar ook kantoorpersoneel. En de reactie van een hele groep van die mensen was van, is dit voor mij? Kan ik er nu gewoon zo zelf mee aan de slag? Hoef ik geen toestemming te halen bij de manager? Wordt er niet meegekeken? Dus dat is natuurlijk een cultuurding. En daar is KLM sowieso natuurlijk ook geen uitzondering in. Dat is veel breder dan dat. Zijn wij gewend om dingen top-down te regelen, procesgestuurd te regelen, met autorisatie te regelen of driedubbele autorisatie te regelen. In plaats van juist andersom, bottom-up, geef mensen nou eens even iets waar ze wat mee kunnen. Dus wij gebruiken profiel juist om te belonen. Hè? In marketingtermen rewards uit te delen. Een beloning is bijvoorbeeld ruimte of meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en dat naar jouw wensen. Of überhaupt het profileren van jezelf op een heel eenvoudige manier, zodat je heel snel in je interesse kenbaar kan maken voor het ene project, voor dat scrum team, voor die squad, voor de tribe. En dus die hele fusion is gewoon die snelheid van, hey, ik ben zichtbaar, ik zeg, hey, dat zie ik, interessant, klik, like. Wat je op het scherm hier ziet, is dus je snapshot van een profiel. En dat kan je op allerlei manieren laderen, leuk maken. En dus die beloning, die rewardstructuur erin embedden. Bijvoorbeeld rechtsonder zie je testen. Skills aan toevoegen. Skills kun je dan ook weer laten valideren. Je kan een moodboard toevoegen. Vertel eens even in 6 plaatjes wie jij bent. Dat is een andere manier van communicatie. Associatief communiceren. Eventueel video toevoegen. Dus wat, een video die wat over jou vertelt. Of die jou inspireert. Of dat je heel gestructureerd een video cv maakt. Nou, heel veel mogelijkheden om die ervaring, die beleving naar het nu te brengen. En het nu is dus ook heel dichtbij gewoon in die borstzak. Hè, op dat mobieltje. En met notificaties. Zodat je daar naartoe getrokken wordt op het juiste moment. En daarmee wil ik niet zeggen dat het proces niet belangrijk is. Hè. Uiteraard is het proces belangrijk. Uiteraard is efficiëntie belangrijk. Zeker in een hele grote organisatie. Je krijgt het voor elkaar.
Maar uiteindelijk is de vraag, hoe bereik je meer effectiviteit? En in de basis kom je gewoon op, ja, werken mensen ermee? Adoptie. En wij zien het als onze uitdaging om deze twee werelden bij elkaar te brengen. Dus een sociaal platform aan de ene kant en procesgerichtheid aan de andere kant. En dus iedere dag koppelen wij dan ook weer met de core HR-systeem en met de ERP's van deze wereld. En je ziet hier veel logo's staan, helemaal rechts. En helemaal rechts staan wij als soort van holy grail, maar dat is niet zo bedoeld. Want wij vinden die hele mooie employee-driven platformen die je bijvoorbeeld in het midden ziet, hele mooie belevingen geven, heel effectief werken. Maar de uitdaging is dat het niet los wordt geïmplementeerd. Een sociaal platform, wat ook in het midden aan de orde is, werkt als het dicht bij het primaire proces ligt, als het heel erg doelgericht is, het dient een doel, en als het dan ook een primair belang voor degene die ermee werkt, beantwoordt. Het moet het leven makkelijker maken en dat kan ook mooier. Maar in eerste instantie effectiviteit, efficiëntie. Nou, een voorbeeld van een platform van ons is TipTrack. En wat is TipTrack? TipTrack zou je kunnen zien als een persoonlijke dagboek van goede en slechte dagen. Je carrière dagboek. En als je dan die duimpjes die je daar in het midden ziet naar links of naar rechts schuift, dan krijg je bijbehorende tips. En als je bijvoorbeeld aangeeft, ik heb werkdruk of stress, hè, dan krijg je tips. En geef je dat vaker aan, dan krijg je misschien ook wel testen of workshops of e-coaching aangeboden. En een platform om mensen in beweging te krijgen en in eerste instantie gewoon überhaupt inzicht te geven. Nou, dit platform dat sluit dan ook aan op de academies die er bij organisaties zijn of opleidingscatalogie die er zijn. En het geeft dus mensen inzicht waar ze staan en is als het ware een soort van Fitbit stappenteller, maar dan voor je loopbaan. Hartstikke grappig, hartstikke leuk project en ook heel zinvol. Want het unieke aan het platform is dat werkgevers op deze app ook gewoon individuele budgetten kunnen storten. Echte euro's, geen bitcoins. Nou, in het voorbeeld van KLM wat ik net aanhaalde, is er ook echt in dit platform 7 miljoen gestort aan budgetten voor die 12.000 mensen. En die mensen geven dat gewoon uit. Die gaan vrachtwagenbewijs halen, die gaan Spaanse les doen, die gaan 2000 tests zijn er volgens mij gemaakt. Die gaan allerlei dingen doen die voor hun relevant zijn in hun loopbaan. Want het is persoonlijk, het is besloten, zij zijn in charge, niemand kijkt mee. Maar ze gaan er relevante dingen mee doen. Want wij kunnen dat geaggregeerd zien, dat daar relevante dingen mee gaan worden. En dat ineens nu 12.000 mensen in beweging komen. Goed, wij zien onszelf dus ook niet als een alomvattend systeem. Wij zien onszelf juist ook als een radertje in het geheel. Maar we kunnen wel heel goed koppelen. En dat is belangrijk. Er zijn zoveel mooie start-ups, mooie innovaties in de markt. Maar er is ook heel veel legacy. En die werelden moeten bij elkaar komen. Dus wij moeten heel veel, en doen dat ook heel graag, koppelen. En we werken zelf al dus ook met een tech-ecosysteem. En dat tech-ecosysteem, dat zie je hier voor je. En we hebben een Blue Tool Hub. En in de Blue Tool Hub ontsluiten we het liefst alle testleveranciers die er zijn in de markt. En dat, dit verandert iedere dag, iedere week of iedere maand komen in ieder geval partijen bij. Ene organisatie werkt met HFM, andere organisatie werkt met Ixly, weer andere werken met Noah. Oké, hup, ontsluiten en als toevoegwaarde leveren aan het proces. In het midden zie je allerlei innovaties. En die innovaties die wil je hebben en daar zoeken we ook graag cases altijd bij, klantcases, om die te kunnen integreren en te kunnen uittesten. Djibouti, hele mooie taaltechnologie om bevraging en profielvorming op een andere manier te doen voor mensen in de organisatie. Intelligence Group zelf met hun prachtige data die ontsloten wordt in een API, wat je weer kan teruggeven dan wel aan werkgevers om te zien hoe schaars bepaalde posities zijn die ze verzoeken, of dan wel aan de mensen en sollicitanten terug te geven om te laten zien van nou ja, dit is je arbeidsmarktpositie, die kan je verbeteren door nou ja, aan deze knoppen te draaien. Flipbase bijvoorbeeld, gestructureerd je cv, video cv opnemen, begint toch wel te komen, kan ik vertellen. En Google Jobs is natuurlijk een hele beweging nu. Daar zijn we ook fors mee bezig. Heel interessant om te zien of ze de markt ook echt gaan disrupten. Maar wij zijn er in ieder geval bij. Nou, daarnaast heb je ook gewoon de HR Core en de payroll providers. En uiteraard de recruitment software, de ATS'en. Nou, en soms is er overlap in functionaliteit. En wij volgen dan gewoon hetgeen logisch is om te doen. Omdat wij toch in een positie zitten van integreren, koppelen. En met name die user experience van die medewerker, die sollicitant, degene die in het proces zit om met die systemen te werken, om die maximaal te maken en die te faciliteren.
Nou, hier heb je bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe dat kan uitwerken in een recruitment systeem. Hier hebben we een dashboard gebouwd waarbij de vacature tekst, net zoals een cv, kan worden geparst. Het is geen technologie van ons, het is technologie van TextKernel. En parsen betekent dat je gewoon iets uploadt en dat dan alles wat in dat document staat op de juiste velden wordt weggeschreven. Nou, het resultaat wat je dan krijgt als je dat hebt gedaan is dit. En wat je hier ziet is van, hey, de vacature blijkt maar voor 20% effectief geformuleerd te zijn. Maar er zijn wel reeds 4 matches in mijn pool. Dus ik kan gelijk intern kijken voor de match. Via onze sociale kanalen kan ik 16.000 mensen bereiken. Is ook geen technologie van ons, maar bijvoorbeeld technologie van Mr. Works. En dit profiel is best schaars, dus de werving kan even gaan duren. En dan kan je dus een hele mooie afweging gaan maken van, ja, hoe ga ik nou met deze vacature om? Ja, allereerst druk je dan op optimaliseer vacature. Krijg je een hele mooie weergave van jouw tekst. Met allemaal highlights in groen, dat is goed. Oranje, zou je beter kunnen doen. Rood, ben je vergeten of moet je toevoegen of moet je weghalen. En optimaliseer je vacature tekst. Je kijkt in je pool, nou, dat is natuurlijk de blue carbon technologie. Je gaat naar je mensen selecteren, matches maken. Of je zet een campagne uit, dan wel social, dan wel via multiposting of campaigners. Goed, meer integraal leveren wij gewoon een talentgedreven platform. Hè, met 3 basiselementen. Focus op matching, focus op groei van het individu en focus op poolvorming, diffusieorganisatie. En daarin hebben we een talent suite met 4 producten. Even kijken, ja. En ons eerste product is InCompany. Ja, dit webinar gaat over release your inner power. Ja, dus InCompany is ook het hart van ons suite. Weten wie waar zit in jouw organisatie. Competentie, skill, expertise level. En InCompany is eigenlijk gewoon feitelijk een matching app. Gewoon voor de interne matching. Maar dan wel op een manier, nou ja, zoals LinkedIn, Facebook, zeg maar. Profileren en matchen. Nou, als je dit doet, als je dit intern doet, je deelt vacatures, je deelt projecten, je deelt eventueel content. En dan kan je ook zeggen van, kan ik mijn werving op eenzelfde manier gaan aanpakken? Want werving doen we eigenlijk nog steeds op een manier zoals we dat al tientallen jaren doen. Iedere vacature zet opnieuw uit, alsof die nog nooit is uitgezet. Terwijl, nummer 1 neem je aan, en nummer 2 en 3 zijn misschien best de moeite waard om in de pool een poosje te bewaren en contact mee te onderhouden, zodat je kunt rematchen binnen de komende 1, 2, 3 maanden. Nou, hier kunnen we integraal, zeg even, recruitment technologie leveren, maar we kunnen ook zeggen, we koppelen met een ATS of een recruitment systeem wat je al hebt. Maar we gaan vooral focussen op die user experience en het vasthouden en engagement van die buitenwereld die binnenkomt en die ervaring optimaliseren. Aan de andere kant hebben we natuurlijk die flexhill. Marketplace noemen wij dat. Hetzelfde principe eigenlijk als aan die recruitment kant. Wat je vaak ziet is dat 40-50% van de mensen die je inhuurt al ergens in je netwerk zit. Op een of andere manier al met je in contact is geweest of al een rol bij je organisatie heeft gehad. Ook hier weer poolvorming, rematch. En tenslotte release your inner power. Groei van je mensen. Weet waar je mens staat. De juiste mensen op de juiste plek op het juiste moment. En met HR manager doen we gewoon functioneren en beoordelen. Of in vakjargon talent en performance management op een manier waarbij je dat vanuit de regie bij het individu continu zonder restricties kunt gaan inzetten. Kort en goed, wij leveren dus gewoon matching apps voor skills expertise, want dat is de essentie. De juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment. Nou, en daar rollen wij de rode / blauwe loper uit voor talenten. En nogmaals, iedereen heeft talent. Hier komt dus onze naam vandaan. Blue Chips on the Red Carpet. En we helpen gewoon iedereen beter geprofileerd te krijgen. We helpen werkzoekenden voor de grote 4 gemeentes om die vanuit de bakken zich beter matchbaar en profileerbaar te krijgen. We helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in onbeperkt aan de slag. Met ook een betere profilering. We profileren wat ze ook niet kunnen, maar vooral ook wat ze wel kunnen, waardoor ze weer matchbaar worden. Maar ook de high profilers die bijvoorbeeld bij bedrijven als ASML in de high-tech aan het solliciteren zijn. Ja, want waar ik begon, HR, is marketing geworden. Je moet mensen zien te verleiden tot actie. En als je weet te verleiden tot actie,
kun je ze eigenlijk steeds meer relevantie bieden en dus engage. Dus dit spelletje dat beheerst, nou ja, Netflix zoals je hier ziet, natuurlijk tot in de puntjes. En naast dat ze dat engagement spelletje, relevantiespelletje goed weten, is natuurlijk een kwaliteit goed. En is het easy, en is het relevant, en is het mooi, en is de experience nice. En dus je moet wel de total package bieden. Maar wat ze feitelijk doen is heel goed het hook model. En het hook model zou ik even op Google overigens implementeren. En dat is hoe je mensen positief verslaafd maakt aan je applicatie. Of zoals Uber het zegt, gewoon hoe bied je een maximale user experience. En dat wil je, want relevantie stuurt op scalability. Relevantie is key. Relevantie maakt dat je schaal kunt creëren, maakt dat je mensen bereikt, mensen raakt. En voor TipTrack, platforms liet zien, ja, bij de organisatie aangesloten waren, werden de instrumenten die in die organisaties gewoon al aangeboden werden, voor maar zeg even 15% door 50% van de mensen gebruikt. Nu met TipTrack is dat 70%. Hè? Dus ineens zie je die poep, die schaal omhoog. Die brengt gewoon een aantal dingen bij elkaar. Nou, en daarom zeg ik even tot slot, Religio in the Power. Mensen zijn digitaal, mensen moeten digitaal. We hebben nog wel eens de neiging van, ja, maar dat is allemaal te hip of te moeilijk. Of we hebben oude mensen, of we hebben zulke soort mensen. Mensen hebben een computer. Mensen hebben in groot getale smartphones. Heel veel mensen zitten op social media. Nou, een hele grote percentage mensen kopen dingen online. Nou, nog groter percentage telebankiert. Dus mensen doen meer en kunnen meer met dit soort dingen dan je denkt. En de technologie is ook voorhanden. Niet alleen bij ons, ook bij anderen. Die hele mobiele, sociale, app-first technologie, die is er. Alleen je moet hem heel dicht bij een primair proces brengen, heel dicht bij een gericht doel en bij het primair belang van de persoon. We zeiden al, relevantie is key. Dan raak je mensen, weet wat hun skills en expertise en competenties zijn en weet waar ze naartoe willen. Want op dit moment, nogmaals, 1/3 of ja, 33%, ja, 1/3 van de mensen kijkt gewoon naar buiten voor hun carrièreontwikkeling. Minder dan 30% kijkt naar de interne jobs. En meer dan de helft van de mensen kijkt gewoon naar buiten. En dat is zonde. Release your inner power. En dus ik zeg, let's meet up. Ik hoop dat het goede info heeft gekregen over hoe wij aankijken tegen intern in combinatie met extern, met als basis een optimale matching. En ook de beloningsfactor. Hè? Berichten richten op persoonlijke groei, richten op persoonlijke relevantie en richten op een hele mooie beleving. Alles wat hier gedeeld is, is te vinden op de link die hier onder weer staat. En ook daar zie je opnieuw die invitation voor die meaningful meetings. Dank jullie wel. Dankjewel, Steve. Nou, prachtig verhaal. Ik heb je tool ook al eens een keertje live gezien. En nou, wat ik er heel krachtig aan vind, is dat het heel erg aansluit bij hoe mensen ook privé gebruik maken van social media. Want ik denk dat de drempel voor veel mensen heel klein is. Terwijl ik ook wel zie dat dit soort tools inzetten voor je eigen carrière en in de zakelijke omgeving, dat je dan ineens die drempel toch wel heel hoog ziet. Ik denk dat jullie dat qua gebruikersgemak in ieder geval wel hebben overwonnen. Zie je nog steeds dat toch ergens voor mensen dat het lastig is om, zeg maar, dat je carrière, om daar een tool die heel erg lijkt op dingen die mensen in privé gebruiken, om daar gebruik van te maken? Of valt dat wel mee? Nee, het is dat reverse thinking. Het is empoweren. Hè? Breng het dichtbij. Hè? Breng het even op die mobiel. Ontsluiting is heel, heel belangrijk. Geef mensen de ruimte. Ja, de KLM case. Ineens is het voor mij. Ineens kan ik er benij. Ineens kan ik budget besteden. Ineens kan ik die vrachtwagen, dat vrachtwagenbewijs wat ik al lang wilde halen, kan ik doen. Dus die hele reverse thinking maakt het makkelijk. Eigenlijk is dat de basis. Maak het makkelijk. Ja. En maar mensen willen wel. En dat is één. En tweede is, wat me ook opgevallen is dat er nog heel veel inzicht ontbreekt. Dus wat ik ook in dat project weer heel mooi vind, is dat zowel werk en loopbaan bij elkaar is gebracht, als je vitaliteit, als je financiën. Want kan ik wel een move maken financieel? Want mijn kinderen gaan het studeren of wat dan ook. Of ja, maar ik ben niet zo vitaal. En, hoe kijkt de markt naar mij? Vertwijfeling. Nou ja,
Maar als je daar in een anonieme omgeving, dus aanstekens anonieme omgeving, je op kunt gaan oriënteren, je weg kunt vinden, dan ineens ja, krijgen mensen gewoon inzicht, krijgen mensen lef. En ja, krijg je, zoals ik dat eerder noemde, prik in de cola. Ja, mooi, mooi term. We hebben het over de gebruiker die natuurlijk heel, voor wie het heel laagdrempelig moet zijn. En je hebt denk ik daar heel veel energie in gestoken. Als luisteraars die nu kijken denken, hey, dit is gaaf, maar hoe ga ik dit nou intern verkopen? Hoe krijg ik de board betrokken bij, want dit zijn natuurlijk toch geen misselijke projecten. Hoe krijg ik de board nou zo ver om van dit soort tooling gebruik te maken? Wat is je nummer één tip om over het voetlicht te brengen als iemand even de drempel van de directiekamer oversteekt om dit voor elkaar te gaan krijgen? Ja, je daagt me wel uit. Ik wil natuurlijk een heel verhaal gaan houden. Maar de nummer één tip is toch, welk onderwerp het ook is, als het gaat over human capital of HR, gebruik de CEO view op het vraagstuk. En de CEO view is, levert het meer op? Of kost het minder of levert het meer op? Die twee dingen. En daar moet je het allemaal aan zien te relateren. En dat is ook heel goed eraan te relateren. Ik heb een hele lijst met KPI's. Misschien kunnen we die nog wel later toevoegen ook aan die links. Die we meten als we dit soort projecten doen. Echt de CEO view pakken. Ja, ja. En het voelt dat voor jou als een schaar tussen die twee, hè? Want aan de ene kant ben je bevlogen over wat het maar kan. En at the end is het ook gewoon platgeslagen. Wat levert het in centjes op? Tuurlijk. Daarvoor is het ook. Enerzijds, we willen allemaal de wereld mooier maken, maar het begint uiteindelijk vaak in besluitvorming toch over centjes. En ook die werelden moet je bij elkaar brengen. En die werelden, dat zijn geen tegenstellingen, maar dat is gewoon een paradox die je moet overbruggen. En dat kan je prima overbruggen. En vaak is zien is ook geloven. Dus we hebben heel veel voorbeeldcases inmiddels, echt heel veel voorbeeldcases. En dat helpt ook heel vaak om gewoon het beeld te geven. En wat ook helpt is, je hoeft niks nieuws te gaan doen. Hè? Het is niet dat je legacy weggooien of dat je zware IT-transformatieprogramma's moet draaien om aan de slag te gaan. Het kan ook heel light en het kan ook heel simpel en het kan ook gewoon aangeplucht. En het kan ook klein, hè? Dat hoort ook bij deze tijd. Start small, release fast, fail fast en release often. Hè? Dus kleine stapjes, kleine iteratieve stapjes, maar veel stapjes en snel. En gewoon iedere keer bewijslast creëren. Ja. Goed, we gaan het afsluiten, Steve. Dank nogmaals voor dit heldere verhaal. Wat ik in het begin al zei, deze video is later terug te kijken. Jullie krijgen nog een link, daar kun je nog eens terugbladeren. De link om er meer over informatie over te vinden vind je hier helemaal onder in het scherm. En we zullen later alle presentaties van de webinarweek, in ieder geval van vandaag en van maandag, ook op Zipconomy zetten. We gaan deze webinar afsluiten. We hebben zo meteen over een minuutje of 20 het laatste webinar. Dat wordt meer een discussie die we hier gaan hebben over wat de toegevoegde waarde van MSP's is. Ook in het kader van alle innovaties en alle ontwikkelingen. Nou, dat sluit denk ik wel weer mooi aan op Steve. Ik zal jou de vraag maar niet stellen van wat jij de toekomst van MSP's ziet. Dat doen we dan wel op een ander moment. Ik denk wel dat die tools zoals je nu laat zien natuurlijk ook wel aangeven van wat je zelf daarin kan betekenen. Nou, dat wil zeggen dat die MSP's denk ik niks meer in te brengen hebben. Dat lijkt me wat te veel, maar ze zullen toch ook op een of andere manier moeten mee ontwikkelen met dit soort ontwikkelingen. Nou, of dat lukt, of dat gaat, daar gaan we het straks hebben met Mark Bassi. Die natuurlijk de verschillende onderzoeken naar de MSP's heeft gedaan, ook naar de VMS tools die daar dan weer op aansluiten. En met Ron Bosma, die ook al jaren in deze wereld rondloopt. Nou, ik ben in ieder geval nieuwsgierig naar wat ze te vertellen hebben. Jullie misschien ook. Nou, schrijf je dan nog eventjes in als je dat nog niet hebt gedaan. En zo niet, een goede middag verder. En wie weet tot een andere keer. En Steve, nogmaals bedankt. Ja, heeft Sven gewonnen? Nee, Sven heeft niet gewonnen. Dus dat gaan we zo nog eventjes terugkijken. Maar ik zag er net een tweet erbij komen dat het helemaal niet goed snel gaan. Ja, oké. Hey, bye.